De Franse cineaste Claire Denis staat bekend als eigenzinnig en onbevreesd. Ze maakt emotioneel rijke, maar volstrekt onsentimentele cinema. Haar debuut, Chocolat, is een kritisch portret van koloniaal Frankrijk in de jaren 50 van de vorige eeuw. Un jour ou l'autre, on sera chassé d'ici. Met actrice Jennifer Heijlen praten we over representatie, racisme en lichamelijkheid in het werk van Claire Denis. Ik ben Anke Brouwers en dit is Meet the Masters. Anymore. Houston, we have a problem. Van die inzorg mag je zeker zijn. Gekloot. Zet je altijd. Dames en heren, allemaal hartelijk welkom hier in de Grote Post in Oostende. Vanavond staat een prachtige film op het programma. We gaan er zo dadelijk over praten. Ik praat jullie eerst een beetje bij, zoals gewoonlijk, over de master van vanavond. Dat is namelijk de Franse cineaste Claire Denis. Zij werd geboren in 1946 in Parijs, maar woonde tot haar 14e. Met haar ouders in West-Afrika, afwisselend in onder andere Cameroen, Djibouti en Burkina Faso, waar haar vader werkte als koloniaal ambtenaar. De eerste barsten in het Franse imperialisme kon ze zo als kind eigenlijk van heel nabij meemaken. Tijdens haar tienerjaren, die ze dus opnieuw doorbracht in Frankrijk, voelde ze zich minder Frans dan haar klasgenoten, maar haar witte huidskleur en sociale achtergrond scheidden haar van de in Europa geboren Afrikaanse jongeren die net als zij worstelden met hun identiteit en loyaliteit. Na wat omwegen kwam ze uiteindelijk in haar voortgezette studies bij de cinematografie terecht. Vlak na haar afstuderen koos ze ervoor om regieassistent te worden. Niet meteen om regisseur te worden. Ze ging daarvoor in, je zou het kunnen zeggen, in de leer bij regisseurs als Wim Wenders, Costa Gravas, Jim Jarmusch en Jacques Rivette. In 1988 maakte ze, het was eigenlijk pas op haar 40ste, haar speelfilmdebuut als regisseur met dus een semi-autobiografisch werk, Chocolat. Haar ondertussen aanzienlijke filmografie, enkele hoogtepunten zijn bijvoorbeeld Beau Travail uit 1999 en White Material uit 2009, bestaat enerzijds uit films waarbij ze focust op culturele spanningen en thema's als kolonialisme, identiteit en verschil, en anderzijds uit films waarin de aandacht gaat naar zinnelijkheid en lichamelijkheid en thema's als seksuele transgressie en verlangen. Evengoed natuurlijk combineert ze al deze interesses in één film. Net als de gerenommeerde filmmakers bij wie ze geduldig in de leer ging, heeft Denis een groot gevoel voor landschap en ruimte, een uitgesproken politiek engagement, neemt ze een morele positie in en kiest ze in haar verhalen voor enigmatische en soms elliptische vertellingen. Het ritme van haar films is bovendien vaak eerder traag, de stijl afstandelijk en laconiek, en ze laat opvallend veel ruimte voor stilte en muziek. Enkele uitzonderingen niet te nagesproken zijn haar films karig met dialoog en worden acteurs aangemoedigd om met blikken, lichaamstaal, in dansscènes of gewoon met hun charismatische aanwezigheid hun emoties weer te geven. Denis werkt graag met vertrouwde gezichten. Zo werkte ze al herhaaldelijk samen met enkele acteurs. Denk aan Isaac de Boncollet, Juliette Binoche, Grégoire Collin en Alex Descas. Ze werkte ook met een vaste schrijfpartner, Jean-Paul Fargeau. En ze heeft een favoriete cameravrouw, Agnès Godard. De samenwerking met componist Stuart Staples, zowel individueel als met zijn cultband Tindersticks, is ondertussen ook al enkele jaren een feit. De films van Claire Denis zijn vaak vertegenwoordigd op grote festivals en wonnen daar ook al verschillende prijzen. Nog heel recent een zilveren beer in Berlijn. En in 2022 deelde ze nog het podium in Cannes met onze Lucas Dont, toen ze samen met Lucas de Grand Prix van de jury in ontvangst mocht nemen. Zij kreeg dat voor Stars at Noon. Maar vandaag gaan we dus terug naar het begin van die carrière, naar de film Chocolat, waarin Denis ons meeneemt naar Frans-koloniaal Afrika in de jaren 50, net op het moment dat het westerse superioriteitsgevoel wordt aangetast door een eerste zelftwijfel en een pril schuldbesef.
Ambassadrice voor deze film en deze maakster is actrice en presentatrice Jennifer Heijlen. Jennifer zagen we al in verschillende opgemerkte kortfilms, in webreeksen, in televisiereeksen, in films. Je ziet ze ook op televisie, in bekende televisieprogramma's. Ze is maar net terug van alweer een nieuwe filmset en toch is ze al bij ons in Oostende. Waarvoor veel dank en graag uw warm applaus voor Jennifer Heijlen. Dank je. Dank je. Jennifer, dank om deze film mee te brengen. Je brengt een heel krachtig debuut van een vrouwelijke cineast mee. Waarom heb je voor deze film gekozen? Voor verschillende redenen. Ik denk vooral omdat ik natuurlijk zelf Rondese ben en in België geboren ben. Dus misschien net het omgekeerde van Claire Denis of juist hetzelfde. Dus sowieso heb ik daar op dat vlak wel veel raakvlakken met de film. Ik heb Claire Denis kennis meer gemaakt door Beau Travail te zien. En ik vond dat zo een ongelooflijke film. De manier waarop dat de beeldvoering gedaan was, hoe dat de lichamelijkheid, zoals ze zei, ik was daar helemaal van ondersteboven. Dus heb ik die film 10 keer na elkaar gezien. En dan dacht ik van, misschien is het tijd voor een andere film van Claire. En dan heb ik Chocolat gezien. En ja, daar was ik nog meer van onder de indruk. Ik heb een speciale affiniteit voor vrouwelijke makers, omdat ik zelf vrouw ben. Maar ook omdat ik het gevoel heb dat er een soort van zachtheid of oog voor detail zit. Niet dat mannen dat niet kunnen. Ik denk dat iedereen alles kan, uiteraard. Maar toch in blikkenspel of in hele korte scènes waar er bijna niets gezegd wordt, waar dat, zoals je zei, dat er veel stilte is, maar waar dat er ook tegelijkertijd heel veel gezegd wordt. Ik vind het altijd heel frappant hoe dat mijn vriendinnen aan tafel of in eender welke situatie naar mij kunnen kijken of naar eender wie en in een kleine blik kunnen zeggen van, ben jij oké? Is er iets? Nee, maar wat was dat? Ik heb dat wel gezien, hoor. Omdat ik denk dat vrouwen emotioneel heel in tune zijn met elkaar, maar ook met andere mensen. Dus als een vrouw een film maakt als Chocolat, die eigenlijk heel subtiel is, ondanks zijn hardheid, dan denk ik dat een vrouwelijke blik echt de beste blik is. En dat gaan we vanavond ook zien als we naar Chocolat kijken. Ja. Heel bijzondere film. Kan je even misschien in 1 of 2 zinnen vertellen waar de film precies om draait? Of wat er precies verteld wordt? Ja, de film gaat over een klein meisje, Frans. Het wordt eigenlijk verteld door de ogen van dit klein wit meisje die in de postkoloniale tijd, of vlak daarna, het zijn zo, denk ik, de nadagen, of is het eigenlijk het begin van eigenlijk de barsten die er komen in het begin van het einde. Leeft en die leeft daar voornamelijk met haar moeder en haar vader, die districtofficier is, en hun boy, of althans, zo noemen ze dat in Rwanda, waar ik vandaan kom, noemden ze dat, Proté. En daarin wordt eigenlijk de verhoudingen, de machtsverhoudingen tussen niet enkel haar moeder, haar vader, Proté, maar ook Frans en Proté. En op een bepaald moment gebeurt er iets in hun stille dorpje, waardoor er heel veel verschillende mensen bijkomen en waar dat die machtsverhoudingen dan nog duidelijker worden. Maar dat is allemaal heel klein, heel fijn weergeven. Dus het is een hele fijne film naar te kijken en zeker ook meerdere keren naar kijken. Na vanavond nog een paar keer naar kijken, zou ik zeggen. Ja. Nee, dat klopt. Het is inderdaad een film waarbij, als je het opnieuw bekijkt, is er altijd wel een nieuwe scène die eruit springt. Ja. Waar een betekenis die misschien zo subtiel, zoals je zegt, werd eigenlijk aangehaald, dat die nog niet helemaal was doorgedrongen. Dus het is een film die zich inderdaad De mysteries of de geheimen, ook van de personages zelf, die wordt niet allemaal blootgegeven. Mm-hmm. Denis is niet iemand die ons te veel informatie geeft. Hè? Nee, die laat u echt werken voor de film. En ik vind dat eigenlijk wel een... ik weet niet hoe dat... Ik vind dat een eer of zo. Ik vind het altijd heel jammer. Jammer is een groot woord, maar als je naar een film kijkt en op het einde wordt alles uitgelegd, wordt je handje vastgehouden en wordt bij wijze van spreken een A4-blad gegeven en dan daar en dan dat. En bij de films van Claire is dat absoluut niet zo. En niks is 1 op 1. En dat vind ik er juist zo bijzonder aan. Ik ben aan het denken welke voorbeelden ik kan geven zonder te veel te verklappen vanavond. Ik denk sowieso al vaak aan de toon waarop mensen tegen elkaar praten. In de film, ik denk dat je daar al heel vaak machtsverhoudingen
uit kunt weergeven, ook al van een klein kind tegenover een volwassen eigenlijk, of een volwassen proté die zijn plaats heel goed kent binnen het gezin, zijnde een deel van het huis, deel van het huishouden, maar niet een deel van het gezin. En dat is een heel moeilijke plaats, denk ik, om te navigeren voor hem. En dan heb je een Frans, wat ik heel mooi vind, is het is een kind. En ondanks haar kinderlijkheid, zij plakt bij wijze van spreken aan hem, zij is heel veel bij hem. We gaan zien dat de kolonialen die verstopten zich vaak binnen. En de lokale bevolking die dat, hoe moet ik het zeggen, geoppressed werd, zat vaak buiten te werken. Ja. Op de velden, buiten douchen, buiten eten. Alles moest buiten gebeuren. De kolonialen die bleven binnen. Maar Frans die zit eigenlijk heel veel buiten met hun. Om het maar te zeggen dat zij als kind meer afgaat of wie vertrouw ik, wie vind ik leuk, bij wie voel ik mij veilig. En dat daar, er is nog niet echt een onderscheid tussen ik ben beter dan jou, dus ik blijf binnen. Tu n'es pas couché, hein? Tu vas voir, hein? Tu vas devenir toute noire et ton père il va crier. Maar ondanks dat weet zij wel dat zij een zekere macht over hem heeft. En dat gaan we dan in de film zien. Côté, viens vite, il faut rentrer. En wat ik dan ook zo mooi vind aan de film is, voor mij toont dat weer eens dat gedrag, bepaalde gedragingen, dat wordt aangeleerd. Er zijn heel weinig kinderen die opstaan, heel weinig, ik ben aan geen, die opstaan en denken, ik ben beter dan mijn klasgenootje, want mijn ouders hebben meer geld, bij wijze van spreken. Net zoals Frans ziet hij geen verschil tussen de mensen die daar rondlopen. Maar ze gaat dat stilletjes... Allee, ze gaat dat niet, maar veel mensen, want haar ouders waren natuurlijk ooit ook kind, gaan dat wel leren na een tijd. En dat vind ik heel hard. Ondanks dat het geen harde film is, is het een hele, hele harde film. Ja, inderdaad. De personages krijgen allemaal... gaan allemaal een pijnlijk realisatieproces door. Ja. Ze zien de wereld, hoe de wereld in elkaar zit. Mm-hmm. De kleine Frans, maar ook voor Proté, zijn dat ook inzichten die hij al wel weet, maar die worden bevestigd eigenlijk, ja. die zeer pijnlijk zijn. Je hebt ook de tegenstelling tussen... Je hebt een jong meisje, 7 jaar, en een volwassen man. Die samen optrekken, als je ziet ze ook vanaf het begin samen in hetzelfde kader. Ze zitten samen op achteraan in de auto. Dezelfde positie, plaats en nemen ze lichamelijk in. Maar toch is er al een machtsverhouding, zoals je zegt. Kan eigenlijk de kleine Frans hem commanderen. Ja. En ik denk zeker dat er een groot respect is in de meeste Afrikaanse culturen tussen de ouderdomsdekens, dus mensen met meer levenservaring en de jeugd. Dat het ondenkbaar is dat iemand die 7 jaar is aan een 30-jarige man zou zeggen, jij moet dat doen. Ja, klopt, sowieso. Net als het ondenkbaar is dat daar het concept rusthuis, weeshuis is van... is met de kolonialen meegekomen. Daar is het meer vanzelfsprekend. Als een kind geen thuis heeft of als een ouder oud wordt, dan worden die opgenomen door gezinnen of door het dorp. Dus daar is inderdaad een andere verhouding in. Zelf ook, weet ik, ik ben onlangs nog in Rwanda geweest. En zelfs tussen mij en mijn mama verandert onze verhouding als wij daar zijn. Als ik thuis ben nu, dan zal mijn mama eerder... Wat wil je eten? Wat wil je drinken? Heel blij dat ik op bezoek ben. Maar daar merkte ik heel hard dat het plots ik was die haar bediende, omdat ik de oudste dochter ben. Dus dan moest ik vragen of dan zei ze zelf van... Ik wil thee. En dan daar moet de oudste dochter moet daar zorgen voor het gezin en voor haar ouders en voor haar broers en zussen. Samen met de oudste zoon. Dus dat is interessant dat je eigenlijk als je mensen verplaatst, dat die hun verhoudingen ook kunnen veranderen. En ja, dat lijkt mij enorm moeilijk om als volwassen mens... Want het is soms bij Frans... Ook, ik denk dat zij het soms ook als een spel ziet of zo. En dat ze kinderen doen dat, die testen hoe ver kan ik gaan. En misschien onderschat zij als kind dat zij heel ver kan gaan bij Proté. En dat maakt het wel heel interessant.
natuurlijk. Prothesie daar inderdaad is deel van het, jij noemde het het huishouden, het huis. Hè? Dus eigenlijk altijd bij het gezin, maar er zeker geen echt onderdeel van. Dus in dat huishouden heb je dan de jonge Frans, ongeveer 7 jaar. De moeder en de vader. Er is ook, met de moeder en de vader zijn er ook... zijn moeilijke relaties. Hè? Prothé die wel als mens gezien wordt door hen, maar... Het zijn geen nare mensen, maar er is wel altijd de duidelijke grens tussen wij witte kolonialen en jij, hè, huispersoneel, dienstbaarheid verplicht aan ons. Ja, dat is een mentaliteit die daar leeft. En ik vind het zelf, als ik naar zo'n films kijk, of ook naar mijn eigen ervaringen die ik zelf al heb meegemaakt, dan denk ik van, wat vind ik het ergste? Vind ik het erger dat iemand vlakaf zegt... vuile N-woord, of iemand die dat eigenlijk denkt van ik sta erboven. Ik was met een regisseur in Gent, niet zo ver van hier. Hadden we afgesproken, maar ik was veel te vroeg, wat dat nooit gebeurt. Dus dat zal men leren. En ik ben op terras, super gezellig terras. En ik stap voorbij een tafel en er is een oudere vrouw. En die houdt me tegen en die zegt, oh, wat ben jij een mooi kind. Zo mooi dat je bent. En ik denk, oh my god, thank you. De zon begon nog harder te schijnen. En ze zegt, van waar ben je? Ik zeg, ah, ik woon in Antwerpen, maar ik ben geboren in Rwanda. Ze zegt, ah ja, ik ben van Rwanda, maar ik ben geboren in Antwerpen. Ze zegt, ah ja, oh, zo leuk, zo leuk. Ze zegt, van, ik ben van een bepaald dorpje in Nederland, was dat, denk ik. Ik zeg, ah, ik ben daar onlangs nog gaan draaien voor een serie. Dat waren hele toffe, vriendelijke, beleefde mensen. En zij zo, ja, beleefdheid. Dat hebben wij jullie moeten leren. Hè? En ik weet nog dat ik dacht, huh? Hoe is dit gesprek zo geëscaleerd? Want 5 minuten geleden was ik nog mooi. En nu moet ik beleefdheid aangeleerd worden. En dat is. En dat was. Ik stond zo perplex en ik dacht van. Ik ga. Mijn eerste reactie was. Ik wou boos worden. Ik wou zeggen: wie denk jij dat jij bent? Hoe om zo tegen mij te praten. Maar dan dacht ik: nee, want dan geeft haar gelijk. Want dan heeft zij gewonnen. Want ze zegt eigenlijk: zegt ze in mijn gezicht, jij bent een wild beest. Dus ik heb gewoon gezegd: geniet van uw dag. Geniet van uw wijn. En ik ben vertrokken. Kill them with kindness. Kill them with kindness. En dan heb ik heel veel wijn gedronken. Maar zo zie maar, ik kan me alleen maar... Want zij is een vrouw uit Nederland. Waar dat zij het idee vandaan haalt dat zij mij, een meisje dat 40 jaar geleden, alleen later geboren is, beleefdheid heeft moeten leren, dat is ook weer aangeleerd. Dus je kunt een land decoloniseren en zeggen van we zijn weg, sorry voor alles wat we gedaan hebben. Maar de mentaliteit verandert niet. Het zou me niet verbazen als zij had gezegd, had ik er mee aan tafel kunnen schuiven en had kunnen zeggen, waarom zeg je dat? Daar heb ik het geduld niet voor. Nee. Dat wil ik niet. Dus ik denk, als je zegt van, wat heb ik het liefst, iemand die dat gewoon hardcore racist is, dan denk ik dat ik dat nog aangenamer vind. Want dan kan ik met een boog rond u heen lopen. Dan kan ik zeggen, met u wil ik niks te maken hebben. En dat, is dan ook, dat zijn ook de dingen die je ziet dan bij de familie van waar we dan gaan kijken, Chocola. Die zijn niet onbeleefd tegen hem. Die zijn niet gemeen tegen hem. Die behandelen hem niet slecht. Maar de manier van spreken, de manier van kijken, is wel een manier van ik sta boven u. En dat is... Ja, dat is wat we microagressies noemen, hè? Je t'interdis de tripoter dans mes affaires. Je ne veux plus voir personne fouiner dans ma chambre. Sors. Trotté. Oui, madame. Apporte-moi de l'eau, s'il te plaît. J'ai envie de prendre une douche. Ja, want je ziet inderdaad, het racisme wordt op verschillende niveaus en in verschillende gradaties en verschillende niveaus van zichtbaarheid eigenlijk getoond. Ja. Zoals je dat voorbeeld geeft, de twee ouders zijn niet grof in hun taalgebruik. Of zeggen alsjeblieft. Zeggen alsjeblieft, hè, zijn inderdaad beleefd en laten een zekere ruimte voor waardigheid. Maar er zijn andere personages bij wie het veel duidelijker is. Ja. Die dus eigenlijk de andere vormen ook aantonen. Denk je dat de film is eigenlijk een raamvertelling? Het is een terugblik vanuit het heden,
Ja. Ongeveer, jaren 80 waarschijnlijk, toen de film gemaakt is, op het verleden. Zie je daarin een ruimte voor inzicht? Of net eigenlijk misschien, zoals jij zegt, van dat is iets dat nog altijd bestaat? Dus we blikken wel terug op het verleden, maar is dat verleden wel zo ver weg? En zijn de manieren van denken wel zo veranderd? Ja, dat vind ik wel een interessante vraag. Ik denk dat er bepaalde sociale conventies zijn waar we gewoon niet zo heel gemakkelijk van afgeraken. En dat zijn er één van. En daarmee dat ik zeg dat de gevaarlijkste voor mij zijn degenen die onbewust zijn. Als ik tegen een extreem rechtse neonazi, bij wijze van spreken, persoon racisme moet uitleggen, ik denk niet dat die weten dat die dat zijn. En die zijn er ook trots op. Het is moeilijker om uit te leggen aan een leerkracht dat het opvalt in hun schoolwerk dat zij een Mohammed veel meer een CEA-test en verwijzen naar BSO dan een Tim of een Tom. En dat dat consistent gebeurt. Terwijl dat mensen zijn die, trouwens, daar ben ik van overtuigd, totaal geen slechte bedoelingen hebben. Maar dat het doorheen de jaren gewoon zo gelopen is. En dat dat ook van het koloniaal verleden, dat ze denken, ja, die zijn dommer. Of die hebben meer begeleiding nodig. En dat sijpelt in heel veel dingen door. Daarmee dat ik deze film interessanter vind dan bijvoorbeeld een American History X. Ja. Waarin dat er hele brute kracht is, hele harde realiteit. Zij tegen wij en niemand anders. En eigenlijk een soort van oorlog getoond wordt tussen twee rassen. En hier zou ik mensen willen aanmoedigen om te kijken naar naar de subtiliteiten. En zoals we zeiden, microagressies, de hele kleine dingen. Er wordt gespeeld met eten. Het feit dat iedereen al de rest buiten moet eten, de rest binnen eten. Of op een bepaald moment er is een scène waarin de kleine Frans zegt: tu me dégoûtes. Omdat hij dingen eet die zij niet eet. Ja. Dat is puur een culturele gewoonte. Hè? Een conventie. Ja. En dan vind ik dat een veel interessantere film om te tonen. Omdat ik dan denk dat je na die film zeker geen plaats maakt voor romantisering van het koloniaal verleden. Want dat is een valkuil soms. Zeker omdat het heel mooi gefilmd is. En de mensen zien er zo mooi uit in hun beige kostuumetjes en hun witte hemdjes. Ja, ja. En het landschap is prachtig, dus dat klopt. Maar het blijft wel een verhaal over een land dat ingenomen is geweest, waarbij dat mensen eeuwenlang de kolonialen hebben bediend. Ja. In hun eigen land. En ik denk dat die subtiliteit gewoon heel belangrijk is. En het idee misschien dat die minderwaardigheid ook bijna wordt ook in generaties binnensluipt. Net zoals een superioriteitsgevoel iets is dat je krijgt aangeleerd, ook omgekeerd misschien, dat je een minderwaardigheid net... Zonder twijfel. Het land waar ik vandaan kom, Rwanda, daar zijn schoonheidsproducten, bleaching, is daar verboden. Maar in Nigeria en in India, als ik me niet vergis, is dat een nummer 1 verkocht product. En dat zijn crèmes om je witter te maken. Mm-hmm. Nu, je kunt argumenteren van mensen gaan hier ook naar de zonnebank. Maar niet op het punt dat ze wit willen zijn. En er is ook nooit een hele troep gekleurde mensen naar hier gekomen om bepaalde invloeden te hebben. Of neocoloniaal is er ook. Er zijn heel veel mensen, ik heb mijn vriendinnen dat zelf horen zeggen, die dat voor een dag of een week of twee weken in een weeshuis gaan werken. Of gaan helpen. Vrijwilligerswerk. In Afrika dan bijvoorbeeld? Of, ja. In Rwanda is het verboden, maar in heel veel andere landen, Tanzania, Zanzibar, dat zijn vaak vakantielanden ook. Er zijn heel veel verhalen van kinderen die 's avonds gewoon naar huis gaan. Er zijn verhalen van kinderen die ontvoerd worden, die helemaal geen wees zijn, omdat dat een soort van toeristische attractie geworden is. Ja. Waarbij dat mensen ook en masse social media posts maken over hun bezoek met een zwart kindje in hun armen. En dan van, ik heb in Tanzania een week geholpen. Ja. En dan aan de andere kant, zoals gezegd, minderwaardigheidscomplex. De mensen daar hebben ook begrepen dat daar geld uit valt te rapen. Dus dan wordt er een soort van systeem in stand gehouden die dan niet in stand te houden valt, denk ik. En Protea, ons hoofdpersonage, heeft het daar zelf ook heel moeilijk mee. Er is één heel krachtige scène die ik niet ga verklappen, maar waar hij een beetje instort voor iets
kennelijk heel klein, maar omdat zijn waardigheid eigenlijk hem ontnomen wordt. Ja. Wat dat toch een van de belangrijkste dingen is. Ja, ja zeker. Ja. Zeker bij dit personage, dat inderdaad ook... ook door de andere mensen in het huishouden ook, mm-hmm. ook wordt bewonderd. Ja. En het wordt gespeeld door Isaac de Bancolé. Is oh. een acteur met... Ja, geweldige alleen al, acteur. En een enorme uitstraling. Ja. Dus hij zuigt... Je kan je ogen niet van hem afhouden. Hè, nee, sowieso klopt. Niet. Voordat hij in beeld komt. En dat heeft Claire Denis goed gezien. En ze gebruikt dat ook wel. Hè, dat hij tegelijkertijd aantrekkelijk is en wordt begeerd. Maar dan ook wel een object wordt. Dus het dubbelzinnige daarvan. Hoe sta je... Dit is gemaakt door... Claire Denis is een Française. Dus mm-hmm. Je hebt hier een witte maker die ook kijkt naar dat koloniale verleden. Ja. Hoe pakt zij dat aan? Vind je dat iets... Want dat zou natuurlijk ook vragen kunnen oproepen van... Hoe vertelt ze dit verhaal? Waarom vertelt zij dit verhaal? Ja, aangezien dat zij opgegroeid is daar, denk ik dat zij zeker meer te vertellen heeft... Ik geloof ook niet per se dat niet iedereen elk verhaal kan vertellen. Daar ben ik nooit van overtuigd geweest. Ik denk niet dat enkel queers queer verhalen mogen schrijven, dat enkel zwarte mensen zwarte verhalen mogen schrijven. Want als je dat begint te categoriseren, dan na een tijd mag ik enkel een zwarte actrice van 32 spelen en niks anders. Dat is waar. En dat zou ik heel jammer vinden. Ik denk dat zij een enorme liefde heeft... voor Afrika en meer bepaald Centraal of Zwart-Afrika. En dat je dat ook heel hard voelt in hoe dat ze, zoals gezegd, het landschap filmt. Ik denk dat ze immens veel respect heeft voor wat de mensen daar zijn doorgaan. En dat ze haar eigen plaats daarin erkent. En misschien zelfs ook een beetje jammer vindt. Ik denk dat ze dat heel sereen en schoon aanpakt. Zonder te streng te willen zijn. Mm-hmm. Misschien niet streng genoeg. Zoals je gezegd hebt. Ja, misschien niet. Ze heeft alleszins... Ze is een beetje met deze film... Ze heeft dat thema natuurlijk nog een paar keer aangekaart. Mm-hmm. Er is een zekere nostalgie misschien in deze vertelling. Ja. Zoals jij al zei, het wordt heel snel mooi en romantisch. Mm-hmm. Die goede oude koloniale tijden, dat we dat allemaal nog... Maar anderzijds is er toch, zonder opnieuw de conclusie te verklappen... denk ik wel dat daar ook wel dat er een streng oordeel wordt geveld uiteindelijk op het einde van de film over wat die band, hè, wat is de band van een wit persoon hè, die niet mm-hmm. Afrikaans is met mm-hmm. dat land, ook al ben je daar geboren, ook al ben je daar opgegroeid, die is historisch bezwaard op een of andere manier. Lijkt me, ja. Je zei het daarnet al, die scènes toen je het over voedsel had. Ja. Speelt inderdaad een heel belangrijke rol in deze film. Het is misschien ook een goed voorbeeld van hoe Claire Denis omgaat met het lijken gewone scènes. Hè. Mensen aan tafel, iedereen zit minstens één keer per dag meestal toch aan tafel. Ja, of je hebt een soort van ritueel. Mm-hmm. Maar die zijn allemaal inderdaad beladen. Hè. Niet alleen wat er gegeten wordt, hoe er gegeten wordt. Eten we in groep of eten we de kinderen en... dan de boy, in dit geval Protee, apart. Ja. Of samen eten ze buiten. Hè, en daar wordt heel veel mee verteld. Ja, klopt. Zonder dat het wordt gezegd altijd. Hè. Ja. Dat is ook de stilte. Dus niet per se een doodstille film, maar inderdaad een dialoogvrije film. Ja. Ik vind het altijd ook heel heerlijk als regisseurs of vertellers daarmee spelen. Omdat dat kennelijk iets heel banaals is. Eten, zoals gezegd, we doen dat allemaal. Maar in La Vida del... Een van mijn lievelingsfilms, sorry. Een van mijn andere... Ik ben hier Nederlands komen begraven. Een van mijn andere lievelingsfilms, waarin de Adèle eigenlijk weergegeven wordt als een heel gulzig meisje die wil leven en die wil van alles veel. En die eet ook zo. Als die aan tafel zit, zit die helemaal uitgestrekt en ja, bijna voorover gebogen over die tafel. En die haalt amper adem. En ik heb bijna zin om door dat scherm te zeggen, rustig, het is oké. Niemand komt u eten nemen. En dan op het einde met Léa Seydoux eet ze bij wijze van spreken haar hand op... Er is ook een andere serie van Netflix, Beef, waarbij dat de man onder enorme stress staat. En elke keer als er iets gebeurd is in zijn leven, dan rijdt hem ver, ver, ver naar een of andere burgerketen en eet hem daar vier dezelfde burgers op, ook zonder adem te halen, terwijl hem aan het huilen is.
En zo zie je, ik denk dat er heel veel verteld kan worden door eten, maar dat wij dat ook allemaal doen. Ik denk dat iedereen wel al binge aan gebinged eat heeft. Ik doe dat ook. Ik weet, ik heb soms, denk ik, heb ik nu elke dag spaghetti bolognese gegeten? En dan denk ik, ja, misschien zit ik wel met iets of zo, want dat is een comfort. Ik weet nog dat ik dat als kind vond ik dat zo lekker. Dus onbewust, als ik wat stress heb of ik ga beginnen met draaien of zo rond augustus voor de slimste mens, dan eet ik ineens 3 keer per dag spaghetti. Zo, ook zonder ademen. En dan denk ik, rustig. Maar dat is een andere uiting natuurlijk, dat stress-eating. Hier is het denk ik eerder zo het sociale aspect van eten dat aangetoond wordt. Er is een moment in de film waarbij... Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Ik weet niet of ik het kan zeggen. Ik weet niet wat je precies wil zeggen, maar ik denk... Mag ik het straks komen zeggen? Gaan we straks beneden alles bespreken, want ik heb... Zeg het dan maar straks. Misschien meer al geweten om het dan inderdaad, hè, om het niet het kijkplezier te veel weg te nemen. Er wordt ook humor gecreëerd, denk ik, door het eten. Want er is een kok en die heeft alleen nog maar een Engels kookboek. Ja, hè, waar alleen maar echt de typische Britse gerechten staan. En de moeder van Frans is natuurlijk is Française. Ze zegt, ik wil nog eens gewoon lekker Frans eten. Je moet stoppen met altijd opnieuw deze Britse keuken te maken. Enoch, fini. Le Yorkshire pudding, la crème renversée, la viande bouillie. Stop, basta, assez. Compris? Explique-lui, Proté. Madame, say no one porridge and Yorkshire pudding for this house again. Enough. Compris? Et ces livres, il doit y avoir des centaines de recettes là-dedans. Je veux de la cuisine française variée. Des pâtes, des salades, tu comprends? Oh, inspiration. I call on the great spirit of cooking to make me think and cook good dinner. Oh, madame. Il va me rendre folle. Tot er dan ineens bezoek komt, hè, komt een Britse collega op bezoek en dan moet hij toch terug uit dat boek gaan koken. Dus het is ook een beetje een van de drie gerechten. Ja, een van de drie gerechten die hij altijd maakt. Hè. Ja, custard pie, altijd, altijd hetzelfde. Ja, ik was wel gefascineerd ook door het feit, je hebt in het begin van de film, dus de openings, alleen niet de echte openingsscène, maar een van de vroegste scènes die ons terug meenemen naar dat koloniale Afrika, dan zie je eigenlijk een lang panoramisch shot, prachtige landschap. Mm-hmm. En dan hoor je iemand roepen, Frans! Mm-hmm. Het is de moeder die naar haar kind roept. Ja. Maar mij lijkt dat een moment ook waarmee Claire Denis ons een klein beetje ook toch op de feiten drukt van, kijk... Frans is natuurlijk ook Frankrijk. Het is een vrouwennaam, maar het is natuurlijk ook de naam van het land. Mm-hmm. Terwijl het landschap is allesbehalve Frankrijk. Op dat moment is het Frankrijk. Ja. Is het eigenlijk zogezegd Frans grondgebied. Dat we daar toch een ironie... En dat er nog van die momenten... Ondanks de ernst toch wel van het onderwerp, zien we toch wel dat daar ook... dat ze dat soort grapjes of... Ja, dat is een van de vele keren dat ze u laat werken of laat nadenken... over haar boodschap. En dat vind ik heel aangenaam. In het begin van de film zegt ook een man van... Het is veel te warm om te stappen. Je moet niet stappen. Ja. En wie ziet je constant rondstappen in de vlakke zon? Dat zijn de zwarte mensen daar. Dus er zijn zo heel veel van die mooie... Ik weet niet of dat Easter eggs zijn, maar eerder... vertellende... Ja, het zijn bijna details. Het is bijna een moment dat passeert. Ja, klopt. Maar als je inderdaad terugdenkt over de film, of de film een keer opnieuw bekijkt, dan dat je die dan pas opmerkt of dat de resonantie daarvan eigenlijk sterker lijkt. Ja, inderdaad. Lijkt. Daar is ze heel goed in. Daar is ze zeer goed in, inderdaad. Er is op een bepaald moment een personage, je hebt het daarnet al een beetje naar gehint, er komen een paar andere kolonialen, een beetje het moeizame evenwicht. Er is een evenwicht, een soort van harmonie. Mm-hmm. Maar die harmonie wordt verstoord. En er is één personage dat zelfs eigenlijk bijna als een soort van... een stoker, een soort van vals iemand die eigenlijk plotseling alles wat niet gezegd wordt, benoemt. Ja. Inclusief ongeoorloofde verlangens die er ook nog zijn tussen bepaalde personages. Mm-hmm. Inderdaad, de machtsverhoudingen die er zijn tussen dan de gekoloniseerde en de witte koloniaal. Die schudt alles eigenlijk helemaal op. Ja.
Is dat dan ook zo'n personage? Het is iemand die ik verschrikkelijk haat. Ik vind het een vreselijk irritant iemand. Klopt. Maar het is tegelijkertijd ook iemand die de ballon doorprikt. Hè? Klopt. Het romantische beeld. We hebben het daarnet al even aangehaald. Hè. Ik weet niet hoe ik mij voel tegenover hem. Omdat hij de neiging heeft om zoals we straks gaan zien... En zoals je net hebt gezegd, heel, heel brut is en heel on the nose racist is. Maar tegelijkertijd ook niet, want hij is de enige die zich zo wat mengt in de groep. Ik vind dat dubbel. Ik denk dat hij heeft een functie in de film om het inderdaad de ballon te doorprikken. Maar ik weet niet in hoeverre dat in de echte wereld werkt. Als we nu kijken naar Nederland of de komende verkiezingen, we hebben heel veel Luke's. Zijn naam is Luke in de film. We hebben enorm veel looks rondlopen die daar eigenlijk heel veel slechte dingen zeggen en doen. In mijn opzicht. Misschien voor andere is dat voor andere mensen niet zo slecht. Dus in een film en in een microklimaat zie ik het nut daarvan in. Omdat je hem dan kan uitspuwen en kan zeggen, ah, zie je wel, hij is de slechte. Maar ik denk eigenlijk dat hij, zoals gezegd, de enige is die het zegt. En dat er eigenlijk aan die tafel heel veel mensen hetzelfde denken als hem. Iets dat het personage Proté zelfs ook over zichzelf op een bepaald moment gaat zeggen. En in een macrosfeer weet ik niet hoe nuttig dat stokers zijn. Ik denk dat stokers stoken. Stoken, inderdaad. Ja, stokenbrand. Maar hij is zeker wel nodig in de film. De titel van de film, daar hebben we het nog niet echt over gehad, Chocolat, dat kunnen we eigenlijk toch op verschillende manieren interpreteren of het kan naar verschillende dingen verwijzen. Wat is voor jou het meest toepasselijk voor jouw interpretatie of jouw ervaring van de film? Ja, ik ben daar helemaal mis in gegaan. Ik ben helemaal mis in gegaan, want ik dacht dat het ging echt over chocolade eten. En daarom heb je de film gekozen. Ja, en daarom heb je de film gekozen. En ook de kleur van chocolade, maar dat is het niet. Het is een uitdrukking. Toch? Ja, dat klopt. Zeg eens. Ja, être chocolat, hè, zegt men in Frankrijk. Klopt. Ja. Wat betekent het? Het kan twee dingen betekenen. Mm-hmm. Enerzijds is het inderdaad een racistische verwijzing naar een persoon van kleur. En anderzijds is het ook een uitdrukking die zegt, ja, je bent gefopt of je hebt gefaald. Être chocolat, hè, dan is het iets is mislukt. Mm-hmm. En de twee natuurlijk ook samen, zowel dat een persoon van kleur als iets dat mislukt, dat versterkt ook inderdaad hè, een totale mislukking. Ja. Dan, Maar wie is Chocola in deze film? Ja, dat vraag ik mij ook af. Ik heb toevallig met de hoofdacteur die het personage van Proté speelt, heb ik net een film gedraaid in Gabon over Oost-Congo. Waar dat er momenteel eigenlijk ook nog altijd heel veel neocolonialisme aan de gang is. Maar nu voor andere producten. We gaan daar geen rubber meer zoeken. Maar nu is het kobalt voor de gsm'en, goud, diamanten. Want Congo is een van de rijkste landen ter wereld, maar een van de armste bevolking. Dus als je me vraagt van wie is chocola in dit verhaal, dan denk ik dat dat nog steeds Zwart-Afrika is. Die eigenlijk nog steeds tot op de dag van vandaag gekoloniseerd wordt. En ook gekoloniseerd gaat blijven, zolang als zij niet terugvechten. Probeer ik voorzichtig te zeggen. Maar op een bepaald moment moet een regering wel gewoon recht staan en zeggen, nu houdt het hier op. Maar je ziet met mensen die daar zelf heel veel toegestopt krijgen. En de enige mensen die daar baat uit halen, zijn wij, jammer genoeg. Ik ook. Ik heb ook een gsm, hè. Ja. Ik hoop ook ooit een mooie ring te hebben. Nee, dat kan ik nog net laten, denk ik. Maar, dus wie is chocola? Ik denk de enige mensen die echt chocola zijn, zijn de Proté's. Ja. Die dat dag in dag uit werken. Ik heb in die film speel ik een meisje die dat... trigger warning, trouwens. Die dat misbruikt is, omdat soldaten worden ingehuurd door bedrijven om te stoken. Mm-hmm. En om eigenlijk dorpen binnen te vallen en de jongens te vermoorden, de vaders te vermoorden en de jonge vrouwen en de oude vrouwen. Want we hebben daar als cast hebben wij naar duizenden filmpjes gekeken samen. En daar heb je slachtoffers van een paar maand oud tot 90 jaar oud. Dus leeftijd maakt niet uit. Het belangrijkste is daar terreur zaaien, seksueel geweld. Oorlog zagen, seksueel geweld zaaien.
en al de vrouwen verkrachten, zodat ze niet terug kunnen naar dat dorp. Want al die dorpen rond die mijnen moeten gedestabiliseerd worden. Dat is het belangrijkste. Zodat er niemand doorheeft. Je kunt de mensen het best afleiden met oorlog. En dan ondertussen zet je je zakken aan het vullen. Dus ik heb een van die meisjes gespeeld. Dus ik heb heel veel beeldmateriaal te zien gekregen. Heel veel bronmateriaal gelezen. En ik denk niet dat er veel veranderd is sinds deze film van in de jaren 50 of in de jaren 40. Ik denk dat, dat het mogelijk wel nog erger geworden is. Bijna een onzichtbare aanwezigheid ook nog altijd van dan eigenlijk koloniale structuren of machtsverhoudingen. Tuurlijk. En ik begrijp het ergens. Want waarom zou je een systeem willen aanvallen waar dat jij profijt uit haalt? Ik wil ook niet minder eten. Ik wil ook geen gsm hebben. Ja. Dus het is moeilijk om daar tegenin te gaan. Eigenlijk zouden wij gezamenlijk moeten zeggen, wij kopen geen iPhones meer. We kopen geen Samsungs meer. We kopen geen diamanten meer. We kopen geen goud meer dat dan vasthangt aan valuta. Dus dat is een systeem, daar is een systeem om het gebouwd waar wij als individuen, denk ik, niet zo heel veel aan kunnen doen. Maar het mooie is wel dat we kunnen kijken naar deze film en ons wel kunnen reflecteren of zo. Ja. En hopelijk in interpersoonlijke relaties wel beter kunnen handelen. En niet tegen mensen zeggen dat je hun beleefdheid hebt aangeleerd. Nee. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, nee. Laat ons dat achterwege laten. Ja. Dat is inderdaad ook het interessante. Ze gaat morele posities of proposities voorleggen zonder te moraliseren. Hè? Want het is niet een film met een belerend vingertje, hè? Integendeel. Maar je krijgt wel... Je krijgt het voorgeschoteld. Ja, klopt. Heb je buiten deze film nog, en buiten Travail, zijn er nog dingen van Claire Denis die je boeiend vindt of wil ontdekken? Of zegt van, ja, als je dit goed vindt, moet je zeker ook iets anders bekijken? Ja, White Material met Isabelle Huppert is een fantastische film. En ik denk dat als je eerst Chocola ziet en dan vervolgens White Material... Het is niet een vervolg, maar je zou kunnen zeggen dat het de volwassen versie van France is die dat weerkeert naar Centraal-Afrika. Een veel hardere film met een hardere boodschap. Ik denk dat zij tegen dan misschien ook al niet veranderd was van gedachten, maar gegroeid was of zo, gereflecteerd heeft en zelf ook wel een harder standpunt inneemt daartegen. Ja, en ook een samenwerking met een auteur, Marine Daye. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is in hoe dat ze het scenario heeft opgebouwd. Dus die aspecten. Maar inderdaad, een soort van onofficieel vervolg of een verder denken op dit thema. Ja, inderdaad. Okay. Jennifer, hartelijk dank. Dank je. We gaan kijken. Graag. Dank je wel. Dit was Meet the Masters, een podcast van Filmfestival Oostende. Die kwam tot stand met de steun van Stad Oostende, De Standaard en De Grote Post. Productie en montage, Ronald Verhagen. Sounddesign van de Tune, Ben Venessoen. Kom langs bij een volgende Meet the Masters op dinsdag 18 juni met Michael Pas. Hij brengt De Witte van Sichem mee, van Robbe de Hert. Een film waarin Michael als 12-jarige jongen meespeelde. Alle info vind je op filmfestivaloostende.be.